Welkom in Antwerpen. Dit is onze kathedraal. We noemen haar Huis van God. Maar omdat een kerkgebouw Huis van God wordt, heb je levende stenen nodig. Mensen die er zich thuis voelen en er een thuis van maken. Eens kijken of we zulke mensen hier aantreffen. Dag familie Corus. Alles goed? Lang geleden. Dag Mia. Dag Mia, pastoor. Mia, jij bent een levende steen in deze kathedraal. Wat betekent die voor u? Wel, Maria is de patrones van deze kathedraal en neemt een heel centrale plaats in. En op 15 augustus is het haar feestdag en dan staat ze ook helemaal opgetooid centraal in de kathedraal. En het is onze kapel, de kapel van onze lieve vrouw Lof, die een heel jaar door zich bekommert om haar welzijn. Fantastisch. Dag Theo, goed dat je er bent. Dag Cedric, fantastisch dat je er bent. Ça va? Cedric en Theo, jullie zijn misdienaars. Wat betekent dat? Voor mij is misdienaar mee de kerk versieren en de viering. En ook dichter bij God komen en dat niet alleen de priester dat doet, maar de jongere generatie dat ook kan. Luc, ik wil u eens iets vragen. Hi Barbara. Hello, Bart. Thank you for coming up here because I think it's very important that people know that we have international aspects in our cathedral too. And so thank you for representing the international community. Maybe you can tell to the people about our international Eucharist here. There is an English language mass every Saturday evening at 5 o'clock. And people of all ages and nationalities come to celebrate the Eucharist. I think that's a very positive aspect of our mass. Zeg, ik heb eens een idee. We hebben een paar mensen nodig die dat kruis meehelpen dragen. Willen jullie dat meehelpen dragen? En dan ga ik aan u een vraag stellen. Mag dat? Ja. Dus jij zingt in het koor. En we willen graag aan de mensen in dit filmpje iets vertellen over het koor. Wilde jij eens aan de mensen dan vertellen waarom dat geen koor zit en wat jij er plezant aan vindt? Van zingen word ik blij. En we leren ook veel nieuwe en oude gezangen. En in verschillende talen. En de groep is ook gewoon superleuk. Pieter? Hey. La? Ja. Zeg, wij zijn een filmpje aan het opnemen over waar we in de kathedraal al mee bezig zijn. Misschien kun jij eens vertellen aan de mensen wat jij belangrijk vindt in uw werk hier in de kathedraal? Wel, wij ontvangen heel graag mensen in de kathedraal. En de deur staat voor iedereen open. Of dat je nu komt met problemen, of dat je nu met leuke momenten te vieren. Iedereen is hier altijd welkom. En we willen samen bouwen aan een hechte gemeenschap. Jong en oud, van over heel de wereld. Christian, wat vind jij nu het belangrijkste kunstwerk in de kathedraal? Wel, we komen daar hier net bij de kruisafneming, geschilderd door Rubens, begin 17e eeuw. Is het beroemdste schilderij in deze kathedraal. Toppunt van barok. Ja. En het is niet het enige Rubens schilderij. Nog drie andere, de kruisoprichting aan de andere kant, de toneelopneming van Maria in het hoofdaltaar en de verrijzenis van Christus in de kooromgang.